Goedemorgen, Lize Slotte. Goedemorgen, Wil. Ja, goedemorgen. Hoe is het met je? Hoe gaat het? Zeg, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het goed. En met jou? Ja, prima. Fantastisch. Fijn om te horen. Ja. Welkom hier in het programma De Rijdo, dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege het nieuwe album 49. Ja! 49, ja, dat moet ik wel zeggen, hè? Ja, is dat je leeftijd? Nee, hè, dat mag ik niet vragen. Ja, helaas. Mooi album, ik draai dus juist al één track ervan en dat heet Country Soul. Ja, Country Soul is, dat was mijn eerste single van vorig jaar. Hè. Daar is het allemaal mee begonnen, hè? Ja, daar is het al mee begonnen, ja, want ik weet wel dat ik dat eerste singeltje van jou ten binnen kreeg hier. Ja. Ja. En, dat was vorig jaar in oktober. Ja, en nu dus op dat mooie album, daar staan maar liefst 12 songs op. Het zijn allemaal songs die door jouzelf zijn geschreven. Nee, niet allemaal. Dus ik heb wel de inspiratie aangeleverd. En ik heb wel hier en daar een klein beetje meegeschreven. Maar tot hiertoe heb ik nog altijd nog een beetje hulp nodig. Ah. Maar ze zijn wel speciaal voor mij geschreven, dus ja, het zijn echt wel songs die een stukje autobiografisch ook soms zijn. Ja, maar ik heb vanmorgen nog het album zo'n beetje zitten luisteren, maar daar staat toch het is een heel leuk album om naar te kunnen luisteren. Ja, dankjewel. Ik heb geprobeerd om er toch wel de nodige afwisseling in te brengen. Dus een paar trage nummers, maar ook wel een aantal leuke up-tempo nummers. Dus ja, voor iedereen wat wil eigenlijk, hè. Ja, want als je nou het nummer pakt, Learning to Dance in the Rain, dat is een mooi, slow-achtig nummer is dat. Ja, dat is een nummer in 3-4, dus dat is eigenlijk helemaal iets anders dan alle andere songs. En ja, dat is eigenlijk echt wel heel speciaal voor mij geschreven, dus dat vertelt een beetje mijn leven in feite, hè. Dus het vertelt dat ik op het terras zit in mijn huis in Nashville, hè. We mogen dromen, hè, Wil. Mijn huis in Nashville. En dat ik eigenlijk een beetje mijmer over alle voorbije jaren en over mijn leven en zo. Dus dat is eigenlijk het verhaal van Learning to Dance in the Rain. Ja. Maar als je nou het andere nummer pakt en Find My Way, dat is country zoals het country moet zijn. Ja, dat is een leuke, hè? Ja, dat is echt dat is country van zoals het puur is. Ja, absoluut. En ik vind het ook fijn. Ik heb een fantastische accordeonist. Dus ik heb ook iedere keer de sound van de accordeon bij. Dus niet zoals de meesten doen met de 2 of 3 gitaren. Niet dat ik dat niet mooi vind of zo, maar met de accordeon vind ik het toch wel een speciale, specifieke sound hebben. En daar hou ik ook wel van. Ja? Dat is ook jouw persoonlijke voorkeur. Zullen we die straks gaan draaien als we met het interview klaar zijn? Learning to Dance. Find My Way? Ja, absoluut. Dat is een heel fijne. En in het refrein kunnen de mensen heel leuk direct meezingen in feite. Nee. Dus het is heel leuk om direct mee te doen, hè. Nee, maar dat draaien we niet. Fijn, mooi. Wat ook een mooi nummer is, wat erop staat, is toch een beetje A Change Right On. Prachtig nummer. A Change Right Now. Ja. Ja, laat ons zeggen dat een beetje mijn kleine protestsong is. Ja? Ja, toch een beetje, dus in de tekst komt bijvoorbeeld ook voor dat we need a new world. We moeten teruggaan naar de dingen die belangrijk zijn. Mensen rondom ons, zich verbinden met elkaar. Al het materialistische, oké, dat is allemaal wel leuk, maar wat voegt het toe? En we zien nu met al hetgeen dat in de wereld gebeurt, dat we toch wel, ja, er stemt toch wel op nadenken, hè? Ja, back to where I started, slaat dat een beetje op jezelf? Op dit moment niet, maar ik denk dat we allemaal wel dingen in ons leven meemaken, waarvan dat we zeggen van, kom aan, zeg, nu is het gedaan, ik maak hier een beslissing, ik stop ermee en ik begin terug van in het begin. Ja, goed, je hebt zelf, de album is grotendeels door jezelf gemaakt. Ik neem aan, dat is natuurlijk is toch een bepaalde trots dat je zo'n album gemaakt hebt, of niet? Ja, toch wel. Ik heb er hard aan gewerkt en ik heb een fantastische ploeg om mee samen te werken. En
Ja, natuurlijk ben ik super trots. Absoluut, absoluut. Ja, want je bent alweer heel wat jaartjes bezig met de muziek, of niet dan, Lieslotte? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben vanaf mijn 5, 6 jaar al zo. Het reguliere circuit, muziekacademie, noten leren, instrument kiezen. Vanaf mijn 4, 25 zing ik in coverbands. Ik heb al de nodige ervaring, zangervaring, podiumervaring. En het is eigenlijk dankzij die covers te zingen dat ik uiteindelijk toch bij het country pop genre terecht ben gekomen, omdat dat mij toch het meest raakt en qua stem ook het beste ligt eigenlijk. Want je was 17 jaar en toen trad je toe tot het klassiek Kempisch Oratorium Vereniging van Mechelen. Ja, inderdaad. Dat is ook al een hele tijd geleden weer al. Dus ik heb kunstonderwijs gedaan en vanuit de school heb ik die mensen ook leren kennen. En ben ik inderdaad in een zeer klassiek koor gaan zingen. Ik ben ook helemaal klassiek opgeleid. Dus op die moment was er eigenlijk niks anders. En ik heb natuurlijk heel veel geleerd daar. Hè, want Werner van Mechelen is nog laureaat geweest in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ja. Dat is een fantastische zanger, dirigent. En ja, daar heb ik enorm veel geleerd. Dus ik ben natuurlijk super blij met mijn klassieke basis. Ja, die toch de basis blijft van alles, hè. Ja, maar jij wil toch met dit album, als je het album goed beluisterde, dan wil je toch een aparte, moet ik zeggen, het is goed bedoeld, een aparte country soul. Een heel apart warm gevoel geven met dit album. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja maar aan je sound kan je weinig doen, hè. Je kan wel zangles volgen en oefenen en zo, maar je hebt natuurlijk je eigen timbre en klank en sound en zo. Dus het is altijd de kunst om het genre en de liedjes te zoeken die het beste bij jouw stem passen. Ja. En als het in het album gelukt is om dat op een fijne, warme manier over te brengen, dan ben ik daar heel blij mee. Ja. Hoe is het nu met de release van dit album? Je hebt nu dat album uitgebracht. Hoe gaat dat nu in België, Lieslotte? Nou ja, het gaat wel goed. Het wordt door heel veel radio's opgepikt. Ik heb 14 dagen geleden met de grote radio, Radio 2, in gesprek gehad. En we zullen zien of zij daar ook een toffe single uitpikken om op Radio 2 te draaien. Daar ga ik geen normale zien volgende week iets meer over weten. Dus laat ons hopen dat het voor een beetje een doorbraak zorgt, hè. Ja, want je bent er toch een lange tijd mee bezig met het maken van zo'n album. Dan hoop je toch dat het goed opgepikt wordt. Dat is er zo, of niet? Ja, uiteraard. Uiteraard. Ja, ik ben er toch wel een half jaar mee bezig geweest. Hard aan gewerkt, ook veel centjes in gestoken. Ja. En nu zijn we volop promo aan het doen natuurlijk, hè. Promo langs alle kanten. Hè. Ik ben heel actief op social media. Ik probeer ook mensen persoonlijk te bereiken met mailtjes, met berichtjes en zo. Dus we doen heel erg ons best daarvoor. Ja, eventjes voor de luisteraars die meeluisteren. Er is een mooie eigen website, Lieslotte van Doorn, aan één geschreven, van Doorn met twee O's. .be. Ja. En als je daar gaat kijken, dan staat alle informatie op, staan foto's op, staat alles op. Ja, staat inderdaad alles op. En ik weet niet of je het al gezien hebt, maar mijn website is vernieuwd. Ja. Dus sinds vorige week is de vernieuwde website online. Ja. Veel overzichtelijker, een heel leuke webshop. Dus als mensen nog een cadeautje zoeken voor onder de kerstboom. Ik heb ook een leuke cadeauverpakking met mijn cd. Ik heb ook een leuk boekje gemaakt, een klein A5 formaat, heel praktisch. Met leuke foto's erbij in en met alle teksten. Ja. Ik kreeg ook wel de vraag van, de teksten zitten niet mee in de cd. Want dat is allemaal zo klein, dat kan er allemaal niet bij natuurlijk. Maar ik heb een leuk apart boekje gemaakt, dat ook via mijn webshop te koop is, zodat mensen echt wel de tekst kunnen meezingen. En dan niet te vergeten, mooie, heel mooie foto's van een trotse dame. Dankjewel, Wil. Dat mag toch gezegd worden, of niet dan? Ja hoor, ik kan het wel hebben. Vroeger vond ik dat heel moeilijk om complimenten te ontvangen, maar ik heb geleerd om dat toch wel gewoon aan te nemen en van het gewoon ook fijn te vinden. Dus ik kan het wel hebben, dat moet je doen. Lieslotte, ik vond het heel fijn je gesproken te hebben vanmorgen hier live in het programma. En ik ga het nummer draaien, Find My Way. Zou je dat zelf willen aankondigen? Ja, natuurlijk.
Hartelijk bedankt alvast voor het leuke gesprekje weer al. Heel fijn altijd om met jou te bellen. En beste luisteraar, geniet van Find My Way. Hey, nog een fijn weekend hè. En tot de volgende keer. Dag, doei hè. Dankjewel, Wil. Bye. Doei, doei.